Dit is een bespreking van het derde stukje van paragraaf 41 van boek 21 van Livius. Aan het woord nog steeds Scipio tegen zijn nieuwe leger. Scipio probeert in het voorafgaande probeerde Scipio steeds het beeld te scheppen van Hannibal die aan het vluchten is. En hij, Scipio, die met zijn leger steeds geprobeerd heeft om Hannibal te achterhalen en hem uit te dagen tot een beslissend gevecht. Of dat helemaal waar is, daar kun je twijfels bij hebben. Scipio begint dit gedeelte van zijn redevoering aan het leger met een retorische vraag met twee mogelijkheden. Utrum an, is het A of is het B? Hoofdwerkwoord is videor. Het passief van videren, zien, betekent eigenlijk altijd schijnen of lijken, de indruk wekken. Wek ik soms de indruk A of indruk B? Schijn ik soms gestoten te zijn op Hannibal natuurlijk, onverwacht, argeloos, zonder dat ik dat in de gaten had. Toen ik de strijd vermeed, dus schijn ik soms de strijd vermeden te hebben en per ongeluk op Hannibal gestoten te zijn. Het gaat natuurlijk over die gebeurtenissen aan de Rhône, waar Scipio al over verteld heeft. Of wek ik juist de indruk dat ik hem tegemoet loop, letterlijk, dat ik hem tegemoet ren, dat ik hem op de hielen zit, letterlijk, in de sporen van hem, dat ik in de sporen van hem tegemoet ren, dat ik hem uitdaag, Lachesteris uitdagen, schijn ik hem uit te dagen en letterlijk te trekken naar het besluiten. Dus ik heb vertaald, schijn ik hem te verleiden tot een beslissende slag. Retorische vraag. Scipio wil natuurlijk graag dat zijn soldaten gaan roepen. Nee, natuurlijk. Mogelijkheid 2. Je hebt hem steeds achtervolgd. En je wekte niet de indruk dat je Hannibal vermeed en dat je per ongeluk op hem stootte. Juvat. Ik heb vertaald. Ik wil graag. Het betekent letterlijk. Het helpt. Het helpt mij te expirieren, te beproeven. En dat betekent dus ik wil graag eens uitproberen. En dan weer twee mogelijkheden, of A of B. Of, en dan van de ene mogelijkheid is terra het onderwerp, of de aarde heeft voortgebracht andere Carthagers plotseling gedurende jaren, gedurende 20 jaren. Dus 20 jaar geleden waren ze nog laf, is de bedoeling. Zijn er nu ineens andere Carthagers? Mogelijkheid 1 of mogelijkheid 2. Of die Carthagers idem sint, dezelfde mensen zijn, die, en dan een paar betrekkelijke bijzinnen, dezelfde mensen die hebben gestreden ad Egata's insula's bij de Egatische eilanden. Dat was een nederlaag in de Eerste Punische Oorlog. Ik denk, ook hier is natuurlijk de tweede mogelijkheid weer de bedoeling. Of zijn het dezelfde mensen die Pugna Verum gestreden hebben bij de Egatische eilanden en, quos hier nu leidend voorwerp, die jullie hebben weggestuurd, die jullie hebben laten gaan vanaf de berg Eryx. Een berg heb ik toegevoegd, de Eryx is een berg, of die jullie hebben laten gaan vanaf de Eryx, nog zo'n nederlaag waar de Romeinen Carthagers hadden ingesloten en vervolgens tegen een losgeld hebben laten gaan. Die jullie hebben laten gaan en dan letterlijk geschat. Met denarii, denarius, dat is een munt, een munteenheid, een geldbedrag, die jullie hebben laten gaan. En duodevicenis betekent telkens 2 minder dan 20, dus telkens 18. Dus tegen geschat met telkens 18 denarii. En ik heb vertaald dus tegen 18 denarii de man die jullie hebben laten gaan. Dus Scipio noemt hier 2 nederlagen in het verleden. En ik wil ook wel eens ervaren, zegt Scipio verder, en dan weer 2 mogelijkheden, of A of B, Utrum an, of Hannibal, of deze Hannibal, is een rivaal, wedijvert met letterlijk staat er dus een rivaal is van de tochten van Hercules, of hij wedijvert met de tochten van Hercules.
Hercules natuurlijk de Griekse held die zo ongeveer de hele Middellandse Zee bereisd heeft. Zoals hij zelf, Hannibal, natuurlijk vert beweert. Of, mogelijkheid 2, of dat hij Vectigalis, dat is een schatplichtige en een belastingplichtige, Vectigalis stipendariusque is ongeveer hetzelfde, of die als belastingbetaler en slaaf van het volk, van het Romeinse volk, relictus sit, moet je aanvullen, of hij is achtergelaten door zijn vader. Dus A, pater, door zijn vader Hamilcar is hij nu als een zoon van Hamilcar achtergelaten als een belastingbetaler en een slaaf van het Romeinse volk. Of is het nu de wedijveraar, de grote rivaal van Hercules? Ook hier is natuurlijk duidelijk welke mogelijkheid Scipio bedoelt.